kijk naar de bodem en bepaal op basis daarvan wanneer en waarmee je gaat woelen. Het bewerken van landbouwgrond kan leiden tot verdichting van de bodem. Een woelen kan hierbij uitkomst bieden, maar wanneer gebruik je die nou eigenlijk? En waar moet je op letten als je hem gebruikt? Vandaag praat ik hierover met Dennis van EWS Agro. Dag Dennis, hoe kies je er nou voor om te gaan woelen? Nou, woelen is belangrijk om het juiste moment te bepalen. En nou nog eerder eigenlijk, wanneer moet je überhaupt woelen? Woelen is natuurlijk het verbeteren van de bodemstructuur. Is de bodemstructuur goed, ja, dan hoef je niks te doen, hoef je het ook niet te verbeteren. Maar vaak, je ziet het optisch al wel, zeker nu deze tijd van het jaar, na deze winter al wel met het oog, veel plassen op het land. Dat geeft aan dat er een verdichting is. Het water kan niet weg, dus er is een verdichting. Vervolgens moet je dus gaan bepalen, wat is er dus met de bodemstructuur aan de hand? En waar zit die verdichting? Dus je moet bepalen hoe diep de verdichting in jouw perceel zit, om vervolgens het perceel te gaan bewerken en om die verdichting op te heffen en de bodemstructuur te verbeteren. Mm-hmm. En je zei, je moet je afvragen, moet je wel woelen? Zie je dan in de praktijk dat het te vaak gewoeld wordt? Of? Het wordt vaak gezien als een bewerking die eigenlijk standaard moet gebeuren. Dus men heeft die woeler in de schuur staan en die wordt uit de schuur gehaald en we gaan ermee rijden. En vaak is dan de trekker die ervoor staat, die op een gegeven moment bijvoorbeeld de werkdiepte bepaalt. Nou, en ik denk dat dat jammer is om het nu meer te doen. Maar je moet eerst weten van, moet ik überhaupt woelen? Is die bodemstructuur inderdaad verdicht waardoor ik moet gaan woelen? En hoe diep ga ik dan woelen? Want ga ik zomaar lukraak die woeler instellen, afstellen op een bepaalde diepte en ik ga rijden? Mijn trekker bepaalt eigenlijk hoe diep ik ga en de omstandigheden op mijn perceel die bepalen hoe diep ik wil gaan woelen of ik eigenlijk ga woelen. Ja, dat is jammer, want als jij te ondiep gaat woelen, spreek voor zich, dan ga je over die verdichting heen, zit er nog steeds een storende laag en heb je nog steeds niet de bodemstructuur op orde gebracht, nog steeds niet de verdichting eruit gehaald. Ga je te diep, op zich is het niet erg, hè, want dan neem je die verdichting er wel uit, maar je gaat diep werken. Waardoor het meer vermogen kost en daardoor je verbrandstofverbruik omhoog gaat. Ja. Ja, en dat is jammer. Ja, dan gaan we geld uitgeven voor iets wat niet nodig is. Dus daarom denk ik heel belangrijk om het goede werkdiepte te bepalen. En hoe bepaal je die goede werkdiepte dan? Dus ik moet eigenlijk gaan zoeken op mijn perceel. Hoe diep zit die verdichting? Nou, er zijn meerdere methoden voor. Je kunt natuurlijk zelf op een gegeven moment met een stok gaan prikken en proberen te kijken waar de verdichting zit. We hebben daar ook zelf een mooi hulpmiddel voor, dat is een zogenaamde penetrometer. Een penetrometer die kan aangeven op welke diepte er een wortel niet meer de voldoende vermogen heeft om die laag te doordringen. En dan kun je zelf vrij eenvoudig, dus met zo'n penetrometer, door steekspoelsgewijs het perceel door te gaan en dan te kijken van, waar zie ik op mijn penetrometer waar er te veel weerstand in de bodem zit. Daar gaat de wortel niet door, daar gaat water ook niet door, daar komt geen zuurstof, daar is geen capillaire werking. Nou, dat is eigenlijk een perfecte methode om te bepalen hoe diep die verdichting zit. En een ander hulpmiddel kan ook heel goed zijn, een profielkuil graven. Is iets meer werk, maar pak een steekschop erbij, maak een profielkuil, kijk hoe diep gaan wortels, kijk naar de kleur, kijk van waar zit nog vocht. En bepaal daarmee hoe diep je perceel moet gaan woelen. Ja, en als je dan geconstateerd hebt dat er een bodemverdichting is, maar hoe maak je dan de juiste keuze in de woeler? Want daar heb je ook verschillende soorten in. Ja, dan is het ook heel belangrijk om te kijken van, komen wij in beeld als specialist in grondbewerking en de ervaring die we daarmee hebben. We hebben daar een heel ruim assortiment in tanden en beitels, dus je moet kijken, wat is mijn grondsoort? Eventueel ook, wat is het gewas? Wat erop staat of opgestaan heeft, wat is mijn trekker die ik ervoor heb staan, hoe groot is mijn areaal. Op basis daarvan kunnen wij samen met de klant gaan kijken van wat is nou de juiste woeler die past bij het grondsoort, omstandigheden, vermogen en behoeften. En op basis daarvan hebben wij verschillende tanden zoals gezegd. Eén is voor zandgrond, voor lichte grond. We hebben tanden die zijn geschikt voor de kleigrond, voor de zwaardere grond. Dus eerst, dat is de tandvorm die dat bepaalt. En vervolgens ga je kijken met de beitel, wat daar onderaan zit. Heb je wat zwaardere grond, kun je vaak met een smallere beitel goed uit de voeten. Heb je wat lichtere grond, dan pak je een bredere beitel. En dat heeft daarnaast ook te maken met het aantal tanden wat je in een woeler hebt zitten. Met meer tanden kun je met een smallere beitel uit de voeten. Dus aantal tanden, werkdiepte, grondsoort, dat bepaalt eigenlijk allemaal de keuze. Ja, precies. En hoe zorg je er nou voor dat die woeler goed bevestigd zit aan het trekken? Ja, dan is het aanbouwen aan de trekker, dat is natuurlijk in de drie punt aanhangen.
En vervolgens de diepteregeling doen. Enerzijds kan dat met behulp van steunwielen, maar meestal gebeurt dat met een rol. Met een buizenrol of een ander soort rol. En daarmee bepaal je dus, stel je de werkdiepte af. Het kan ook zijn in combinatie met een voorzetwoeler dat je er een ander werktuig achter hebt. Dus dan is ook de diepte afstellen in combinatie met het werktuig wat je erachter hebt staan. Ja. En als je nou aan het woelen bent, hoe zie je nou dat het goed gaat? Nou, ik denk dat het belangrijk is om de werkdiepte ook even te checken. Je stelt hem af, je gaat rijden, je hebt een stukje aan de gang. Nou, dan toch even bepalen, ook weer eventueel met die penetrometer van, hey, zit ik op de juiste diepte? Lukt dat? En ik denk dat vervolgens je ook natuurlijk naar de grond moet kijken van, is die toch nog te nat? Valt het tegen? Hè? Want je moet wel, als het te nat is, het risico wat er aanwezig is, het droogt nu bijvoorbeeld op dit moment ook mooi af. Dan denk je van, nou, het moet nu wel kunnen, want ik heb die structuurschade wel geconstateerd. Ik wil dat land in, maar is die ondergrond nog te nat, te vochtig, ja, dan ga je te veel versmeren. Dus het is ook belangrijk om toch nog wel geduld te hebben, indien mogelijk, om wel even te wachten tot het voldoende ook in de ondergrond opgedroogd is. Dus zie je tijdens het woelen van, hey, er komt toch wat te veel vochtige grond nog naar boven. Ja, dan zou ik toch adviseren om nog even te wachten indien mogelijk. Dus eerst echt goed naar de grond kijken, ja. Wat kan er gebeuren en wat heeft hij nodig, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, absoluut. Duidelijk. Ja? Bedankt voor jouw verhaal. Oké, graag gedaan. Wil jij meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan nu op dit YouTube-kanaal. Dit was Boerderij Uitgelicht.